Achter mij zie je de Waddenhaven van Texel. En vanaf hieruit gaan alle boten naar andere eilanden en ook onder andere weer terug naar Den Helder. Dit is dus de passantenhaven. Dus hier kan je ook gewoon lekker liggen als je 1, 2, 3 dagen of een weekje met je gezin aan het varen bent. En toch ergens wil liggen om dit mooie eiland te verkennen. Het is altijd leuk als je aanlegt in een haven met je gezinnetje of met z'n tweeën, als er ook iets te doen is, als je daar tenminste van houdt. Hier zie je bijvoorbeeld de Jeu de Boelbaan. Dat zie je natuurlijk veel in Frankrijk. Nou, er is op dit moment niemand en ik hou er erg van, maar daar kan ik niet aan meedoen. Maar hier zie ik jongelui basketballen. Ik moet natuurlijk wel iets sportiefs doen vandaag. Zijn jullie Nederlands? Ja, ik ben Duits. Even wachten. Ik ga het even meedoen. Niet echt vrouwelijk dit, hè? Basketballen met een plastic bal voor kleuters. Als je dus gewoon hier met de boot ligt en je wil even weg, je hebt natuurlijk geen auto of fietsen, kan je ook hier die fiets huren om het hele eiland te verkennen. Max is havenmeester van Waddenhaven Texel, een ontzettende mooie en gezellige haven. Zo ervaar ik het, hoe ervaar jij het? Nou, dat heb je helemaal juist omschreven. Het is een van de mooiste havens van Nederland. Maar hoezo vind jij dat? Nou ja, werk ik er natuurlijk middenin. Dus ik zie wat er gebeurt en de reacties die we van klanten krijgen zijn gewoon zeer positief. En hoe ziet jouw dag er eigenlijk een beetje uit? Nou, die begint om 8 uur. Zo. En dan openen wij de balie waar de klanten terecht kunnen om hun overnachting te betalen, vragen te stellen. Hoe laat moet ik wegvaren met de tij? Want je hebt natuurlijk eb en vloed heb je hier. Maar nou, dat duurt tot 1 uur of 10 en dan gaan we een ronde lopen door de haven. Kijken of alles in orde is, of de mensen het naar hun zin hebben, of we op een goed plekje liggen. Wat is een beetje bij jullie de drukste maanden hier in de haven? Juli, augustus. Dus dat is toch wel echt hoogzomer? Echt hoogzomer. En dat is ook dit seizoen, vanwege het hele mooie weer, zeer druk geweest. Alle records die zijn gebroken. Ja, echt? Ja, absoluut. En over wat voor records heb je het dan? Nou, aantallen boten die we hier binnen hebben gehad. Dus dat zijn er echt heel veel geweest. En over hoeveel praat je dan ongeveer per zomer? Nou, ik vertelde het straks eventjes. Hier binnen lagen er 350. In de verenigingshaven hadden we er een stuk of 50 liggen. En buiten in de vissershaven tegen de viskotters aan. Want als het hier vol is, kunnen we ze niet meer kwijt. Nee. Dan gaat de rode vlag erop. Dan mogen ze er ook niet meer in varen. En dan vaar ik of mijn collega rond met een bootje. En dan leggen wij de boten weg tegen de viskotters aan. Okay. En dan de volgende dag komt hier weer plaats. En, dan begeleiden ze weer naar binnen toe. Maar en wat houdt dan in wat je net zegt, het stukje verenigingshaven? Verenigingshaven is echt voor Texelaars. Wat is nou de mooiste boot die je ooit hier gezien hebt? Nou, dat zijn er meerdere. Dat is moeilijk om te zeggen van nou, dat is er maar eentje. Dat zijn er wel meer. Mijn eigen boot natuurlijk, maar ja, dat mag jij niet zeggen. En die ligt hier ook? Die ligt hier ook. Kunnen we daar niet even naar kijken? Ja hoor, daar kun je wel naar kijken. Ja? Die ligt dus neem ik aan daar, in het verenigingsgedeelte. Nee, die ligt hier, want dan kan ik nog een oogje in het zeil houden. Oh, oké. Maar waar ligt die? Hier voor met die beige kap. Ah, dat is een mooie boot, Max. Daar woon jij ook op? Ja, daar woon ik permanent op. Dus jij kan gewoon alles in de gaten houden? Ik kan alles in de gaten mag houden. Mag ik even bij jou binnenkijken? Dan? Tuurlijk mag je even kijken. En dan kunnen we ook nog even naar het Waddenhavengebouw kijken. Nou, dat is leuk. Even een cappuccinootje drinken. Ja, absoluut. Oh, interessant, hier staat de hele geschiedenis op hoe deze haven tot stand is gekomen. Zelfs Balkenende is hier geweest. Max, ben je van plan om hier nog jaren te werken? Ja, absoluut.
Het is zo ontzettend leuk. Dus dat hou ik nog wel een tijd vol. Als je ook praat, dan praat je ook helemaal vol enthousiast. Ja, maar het is toch ook hartstikke leuk. Ik bedoel, water, wind, buiten, wat wil je nog meer? Ja, wat wil je nog meer? Nou ja, als jij dat ook denkt, wat wil je nog meer? Of je wil Max gewoon een keer ontmoeten? Ga dan eventjes naar onze website en dan vind je alle informatie. Blauwvoet? Blauwvoet is een zeevogel. Ik ben gek van vogels, ik ben gek van de zee. Het is een zeevogel van de Galapagos-eilanden. En ik vind het wel echt stoer dat je hier ook gewoon op woont. Ja, ik wil ook geen dakpan meer boven mijn hoofd hebben. Nee, echt nooit meer? Nou ja, je kunt nooit nooit zeggen in het leven. Maar dit vind ik wel heel erg lekker en, ja? En heel vrij. Je hebt wel opgeruimd, toch? Je bent de schipper, toch? Ja, ik ben de schipper. Hallo, dag. Sanne. En u heet? Jan. Jan, dag Jan. Vertel eens, hoe komt u hier terecht? Waar komt u vandaan? Wij komen uit Den Oever gevaren. Maar oh, oorspronkelijk komen we, nee, maar we komen oorspronkelijk uit Naarden. Naarden, daar kom ik ook vandaan. Zo. Ja, dat is gezellig. Maar wat brengt u hier? Nou, kijk, de Wadden, hè. En deze haven, gezellige haven. En een hele aardige havenmeester. Hij loopt net door. Ja. Ja. En die heeft zelfs een kanoplekje gemaakt voor zeekajakkers. Uniek, dat is gewoon uniek in Nederland. Ja, echt? Ja. Ja, is bijzonder? Ja, heel bijzonder, ja. En hoe vaak komen jullie hier nou in de Texel? Nou, heel vaak. Ik ben verleden week hier komen fietsen. Hier komen op de fiets, van Amsterdam op de fiets. Naar... Dag, echt niet. Ja, echt wel. Met de fiets vanuit Amsterdam? Ja, zo gek ben ik op Texel, ja. En vorig jaar zijn we hier 2 keer geweest met de boot. Ja, vorig jaar. Ik hoor het al, jullie zijn echt fan van Texel.